Ja, welkom bij Studio Vlaams Parlement. Een stevig actueel debat naar aanleiding of over de crisis bij de VRT. Het is maar de vraag of die VRT in crisis is. Althans wel het management. We zagen het ontslag van de CEO. En dat leidt tot een pittige discussie hier in het parlement. Aanleiding deze ochtend dan, of extra informatie, was dat de regering die beslissing genomen heeft op basis van een rapport dat de regering, de bewuste minister Benjamin Dalle, zelf niet heeft kunnen lezen. Ja, vreemd klonk dat. Maar bij ons Wilfried van Dalen van N-VA, goedenavond. Goedenavond. Voor de duidelijkheid, dat rapport dat aangaf dat er een vertrouwenscrisis was, Benjamin Dalle heeft dat mondeling toegelicht gekregen. Het parlement vraagt daar nu, of de oppositie althans, inzage in, maar dat kan niet als duidelijk. Hè? Ja, we hebben natuurlijk heel wat inzagerecht. Ook als parlementsleden kunnen we heel veel dingen inkijken, maar daar zitten wel beperkingen op. En bijvoorbeeld als er echt vertrouwelijke dingen in staan, soms ook bedrijfsgeheimen of zaken die met privacy te maken hebben of echt met personen, en dat is blijkbaar in dit geval wel zo. Daar worden dingen gezegd over leden van het directiecomité. Die best niet op straat terechtkomen, want die mensen moeten natuurlijk ook nog een job vinden en moeten nog kunnen functioneren. Dus ik heb er wel begrip voor dat men zegt, oké, inzagerecht prima, maar dit gaat te ver in dit geval. Het tweede element was al wel, dat rapport is door de voorzitter van de Raad van Bestuur rechtstreeks besproken met de minister, niet voorgelegd aan die ondertussen vorige Raad van Bestuur. Had die Raad van Bestuur dat rapport niet moeten kunnen inkijken? Ze kregen ook enkel de mondelinge toelichting. Ja, het is natuurlijk zo dat de benoeming en het ontslag van de CEO, van de afgevaardigd bestuurder, is echt het voorrecht van de regering. En alleen de regering. Dat is niet de Raad van Bestuur. Dus eigenlijk is dit wel, een verdedigbare gang van zaken, dat de voorzitter van de Raad van Bestuur rapporteert aan de minister Dalle, en dat die samen met de regering beslist van, als in dat rapport de conclusie luidt, en dat is ook gezegd door de minister, het lukt niet, we geraken hier niet uit, dan is verder eigenlijk niet meer relevant wat er allemaal verder nog in staat. De conclusie is, we geraken er niet uit. De vertrouwenscrisis is er en kan niet worden opgelost. En dat de regering dan op basis van die conclusie zegt, in dit geval gaan we de samenwerking met de CEO stopzetten. Ik denk dat dat verdedigbaar is. Dit verhaal heeft eigenlijk een heel opmerkelijk parcours afgelegd. Het begint eigenlijk met een intern conflict in de schoot van een directiecollege tussen een CEO en zijn nummer 2. Tot daartoe, des mensen. Het werd een groter verhaal, een verhaal dat werd ook breed uitgesmeerd in media. En hier vandaag ondertussen wordt het een politiek verhaal waarbij oppositie bijvoorbeeld zegt dat dit eigenlijk een afrekening is van de N-VA met die CEO, omdat hij zich uitsprak tegen de besparingen. Het is gepolitiseerd. Ja, dat is natuurlijk te gek voor woorden. Ik herinner mij nog toen die CEO destijds benoemd werd. Ja, dan was dat een mannetje van de N-VA. En nu plots zouden wij die weg willen. Hoe dan ook, ik denk dat hier inderdaad een puur interne aangelegenheid, personeelsaangelegenheid binnen de VRT, die volgens mij absoluut niets met politisering te maken heeft, dat dit inderdaad vandaag door de oppositie, niet door de meerderheid, maar door de oppositie, gepolitiseerd is. En dat is eigenlijk wel jammer voor de VRT. Want hoe is het begonnen? Ja, de CEO heeft voorgesteld om een van zijn directieleden te ontslaan. Die Peter Klaas dan, directie precies. Media en productie. Dus afgevaardigd bestuurder stelt dat voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur gaat daar niet op in, volgt dus eigenlijk de CEO niet, doet dat unaniem. Dus er zijn 12 leden in de Raad van Bestuur die zijn benoemd door de verschillende politieke partijen. Daar zitten ook Groen bij, daar zit ook de SPA bij. Die hebben unaniem geoordeeld, nee, we gaan dat ontslag, zoals voorgesteld door de CEO van die Peter Klaas, we gaan dat niet doen. Hè, want dat dossier is niet stevig genoeg, daar zitten geen argumenten genoeg in. Plus, diezelfde CEO heeft een tijdje geleden nog een positieve evaluatie gemaakt van die meneer Klaas. Dus de Raad van Bestuur zegt, wij volgen de CEO niet. Ja, op dat moment heb je natuurlijk al een probleem, heb je eigenlijk al een vertrouwensbreuk tussen een CEO en een Raad van Bestuur. En wat nu gebeurd is, is dat de aandeelhouder, en er is er maar één, dat is de Vlaamse overheid, dat die aandeelhouder zegt, op die manier kunnen we niet verder. Dus wij gaan ingrijpen en we gaan de samenwerking met die CEO beëindigen. Daar richt een, ik ben aan een corporate bedrijf, zoals het in de privé aan toe gaat. De structuren van een bedrijf daar. Ja, precies. Dus dat heeft niets met politisering te maken. De Raad van Bestuur betaalt en bepaalt. Ja, zo kan je het ook een beetje platjes zeggen. Maar uiteindelijk, daar zie ik niks van politiek in. Gewoon elk bedrijf zou op die manier reageren. Ik zie geen ander scenario.
Ja. Dus om daar nu politieke conclusies aan te verbinden, dat vind ik echt erover. Een element waar de oppositie ook naar wees, mevrouw Segers van SPA, is het aanstellen van een bemiddelaar. Dat is volgens de regering met de beste, of raad van bestuur althans, zij beslissen, met de beste bedoelingen gebeurd. Zij zeggen dat was een manier om de zaak te rekken en dat is deel van een verrottingsstrategie. Dat was forse kritiek, hè? Ja, het is natuurlijk altijd iets, hè. Als men kordaat beslist, ja, dan wordt zoals nu, ja, men had nog eerst dus de raad van bestuur moeten horen en men had eerst nog eens dit of dat. Dus nu is het blijkbaar te snel gegaan. Maar anderzijds had men dan eigenlijk liever gehad dat het blijkbaar al sneller was gegaan en dat men die bemiddelaar niet had aangesteld. Dus ik begrijp de redenering eerlijk gezegd niet. Ik denk dat wat nu gebeurd is, dat inderdaad een verdedigbaar scenario is. Het probleem was er al op 16 december, toen de Raad van Bestuur unaniem, ook de oppositie, de CEO niet volgde. Men is dan toch nog mild geweest en heeft dan toch nog geprobeerd met die bemiddelaar ergens een uitweg te zoeken. Dat is niet gelukt en de volgende stap is dan het ontslag. Oké. Okay. Het draait er voortdurend om dat u in een verhaal belandt als N-VA waar naar u gewezen wordt als in dit gepolitiseerde klimaat grijpt die Vlaamse regering direct in die onafhankelijke VRT. Men redeneert dan, men zegt dat die meneer Lembrechts, de CEO, niet goed ligt bij de vlag bij de N-VA. Was er een probleem bij de N-VA met die figuur? Ik zie dat probleem echt niet. En ook het hele verhaal, als zou de N-VA gekant zijn tegen de openbare omroep. Ja, dat hoor je dan ook natuurlijk. Ja, zou zelfs in strijd zijn met onze ideologie. Hè. Wij hebben er denk ik alle belang bij om een sterke openbare omroep te hebben. Wij staan al opnieuw naar die besparingen, de zoveelste sinds. Elke overheidsdienst heeft bespaard, moet besparen in deze legislatuur, moet 6% besparen. Bij de VRT is dat minder. Hè. Die moeten die 6% niet doen. Dus we zijn milder voor de VRT dan voor anderen. Nu, de VRT heeft ook al vroeger bespaard enzovoort. Dat is een lange discussie. Maar in elk geval, waarom zouden wij vanuit de N-VA die VRT weg willen als die VRT juist een aantal dingen doet die wij heel belangrijk vinden? Hè? Bijvoorbeeld het informeren van mensen. Zorgen dat je mensen hebt in je samenleving die goed geïnformeerd zijn, die kunnen deelnemen aan het proces van democratie. Zorgen ook dat die Vlaamse cultuur, die identiteit ondersteund wordt. En dat doet de VRT ook. Hè. 60 miljoen vorig jaar werd geïnvesteerd in die Vlaamse creatieve industrie, in de producties, Vlaamse Nederlandstalige producties, die belangrijk zijn. Mensen zien die graag. Ook in het buitenland hebben die succes. Wij vragen aan de VRT en de beheersovereenkomst dat Nederlandstalige muziek gedraaid wordt, dat Vlaamse muziek gedraaid wordt. Dat gebeurt ook. Ze doen dat zoals het hoort. Dus waarom zouden wij in godsnaam gekant zijn tegen die VRT als die openbare omroep juist die dingen doet die wij zo belangrijk vinden? Laatste vraag. Het werd gesuggereerd door Vlaams Belang, Klaas Slootmans, maar daarnet ook Karin Brouwers van CD&V, die suggereert dat de CEO eigenlijk zelf wat aangestuurd heeft op zijn ontslag door eerst eind november tegen de kar van de regering te rijden, hè, over die besparingen, en dan nu dit incident om dan die ontslagpremie te genieten. Zou het kunnen? Ja, ik kan niet in het hoofd van de CEO kijken, dus ik ga er absoluut geen uitspraken over doen. Wat mij wel is bijgebleven na vanmiddag, dat is dat aan de ene kant gezegd werd, ja, die opzegvergoeding van die CEO, dat is gigantisch. En dat de minister dan uiteindelijk zei, ja, die opzegvergoeding, dat is 6 maanden loon en meer is dat niet. Hoeveel is dat ongeveer? Heeft daar een idee van? Ik ken de cijfers niet, maar de CEO van de VRT verdient evenveel als de minister-president van Vlaanderen. Hè. Dus dat is de norm. Ja, dus op een jaarloon. Dat gaan we eens berekenen. Dat gaan we eens rekenen, meneer Van Dalen. Allebei gefrustreerd en... Ik kan het niet uit mijn hoofd, kan ik ook niet zo snel rekenen. Dus we gaan dat straks doen. Bedankt voor dit gesprek, deze toelichting. Blijft u zeker volgen. We gaan eens berekenen wat dat zou kunnen zijn, die ontslagpremie. Dat vragen mensen zich altijd toch ook af. En nadien hebben we nog een gesprek met Stefanie Doze van Open VLD.